Gewoon het zwembad Hoensbroek geworden. En ze hebben achter mij twee glijbanen gemaakt. Twee nieuwe glijbanen. En we gaan vooral voor die groene even. Daar gaan we even kijken hoe die is. Ik ben hier natuurlijk niet alleen. Natuurlijk de kids ook meegenomen. Savi is hier. Zeg Savi, hoi. En Gina is er ook. Dus we gaan eens omkleden. Nou, we hebben hier ook voor baantjes zwemmen. Een schoolzwemmen hebben ze hier nog voor, dames ook een stadsbad. Nou, dit is dan het, ja. Ja, kijk! Nee. Dit is het grote zwembad gemaakt. Van een waterval. Met een kleine sproeier. Dit is dan de stroomversnelling. Dit is dan de het stroomversnelling. Grotere bad. Van de stroomversnelling, nou ja, dan kan ik gewoon blijven staan in principe. Kijk! Oh, waar is de stroomversnelling? Gaan we nog door. En dan komen we weer in het badje uit. De boete mama kan niet staan hier, ze zuipt bijna als een kind. Thank you.
En niet zo'n camper. Heel veel trappen. Hij staat gelukkig op groen. Dat is mooi. Die ring instappen en weggaan. Nou, we zitten hier dan een kinderbadje. Het is het enige wat we echt zelf kunnen lopen tot de achter. De achter is ook wel diep. Ja, diep genoeg voor de kinderen, 1,10 meter. Kom, Savi. Savi is maar 1 meter. En Gina is 90 centimeter. Dus. En mama is ook 1 meter. Oh, Gina gaat glijden. Ik ga maar, laat hem maar. Ja, later. Kom. Kom. Glijden gewoon. Goed zo, papa heeft hem. Wie pakt hem mee? Pak hem uit mee. Je moet hem zo goed vasthouden. Savi en Gina van maken zich hier in het peuterbad. Het buitenbad is van groen. Ze gingen het nog allemaal aanpassen, verbouwen. Een ander bandje. Ja. Oh, mama gaat er eerst. Hoi! Ja, daar gaan we dan. Samen China. Kom, gewoon recht toe, recht aan naar onder. Dan gaat deze winstgeleidbaan met een interessante
En dan gaat dat op de kruis. Ja. Ga maar. We gaan de laatste keer van de groenen. Tina van de groenen. Let's go. Let's go. Nou, we zitten weer in de auto van het zwembad, zwembad Hoensbroek. Met de nieuwe geleibaan op de achtergrond daar. En dan, dat was wel een leuk dagje. Vond je het leuk, Tiff? Ja. We hebben een paar uurtjes gezwommen van 1 tot 5. En normaal kun je zwemmen van 12 tot 5. Maar die paar uurtjes waren prima. Ja hoor. En nu gaan we afsluiten. Dus zeg maar tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Vond je deze video leuk? Like en deel deze video. En vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken om op de hoogte te blijven van de volgende video.